We gaan naar de eenheid Midden-Nederland bij Tollebeek op de Urkerweg. Surfjanten Arjan en Frank zien een opvallende golf. 50 hier, hè? Kom je gestart 40 meter. Oké. Okay. 60 meter. De meting komt uit op... 26 taart. 80 hier. Je hebt al een tijd afstand gestart. Mooi. Ja, is goed. Laten we gaan. Laten we gaan. Nou, dan gaan we mee. De golf trapt flink door. Het wordt een invordering, denk ik. Lopen door. Ja, dat inhalen, tegenleggen. Kort voor die tegenleggen, joh. Zag je hem? Ja. Loop maar helemaal dicht. Ja, grijm dicht. De golf wordt opgehouden door zijn voorganger, waardoor deze meting uitkomt op... 32. Rustig. Ja, ik ga gelijk met hem mee nu, want dat is een rotonde. De golf jakkert op de rotonde af. 6 seconden. Ik heb hem in ieder geval op 52 gehad. De meting komt uit op... 104. Maar hij krijgt wel een EMG. Ik ga hem even er voorbij zetten, ja. En dan gaat hij achterop mee. De surveillanten gaan er langs en Arjan spreekt de bestuurder aan. Goedendag, gaan we voorstellen. Mooi verkeersdienst, video surveillance. Hey, het volgende, we rijden met jou mee vanaf Emmeloord. En op een gegeven moment gaat het gas erop. Er ging helemaal nergens om, hè? Hebben jullie het gezien? Nee, dat dacht ik al. Want je had natuurlijk zoveel energie en kracht nodig om naar voren te kijken en niet naar achteren. Maar we hebben in ieder geval een snelheidsmeting op jou gedaan. Snelheidsmeting? Ja, we hebben jouw snelheid gemeten. Nee, zeker weten. Dat is veel te snel voor je. Ja, was inderdaad veel te snel. Hey, ik heb een gemiddelde snelheid van 132. En dan word je nog gered door de correctie. Ja? Dus je mag je net je rijbewijs houden. Maar het rijbewijs, heb je dat bij je? Nee, man. Heb je niet bij je? Ik wil de pasjes kwijt. Ben je pasjes kwijt? Ja, man. Heb je iets anders bij je waar je naam op staat? Ja, ook staat mijn naam. Dat scant ik wel eens. We hebben er videobeelden van jouw actie. Gezien? Die mag je zeer zeker even komen kijken bij mijn collega. Wil bijhouden dat? Ja hoor. Ja? Spijtig. Tuurlijk wel. Goedemorgen. Ik wil even de juiste... Het is vanaf daar al achter me. Vanaf Emmeloord al. Serieus? Ja. Hier starten wij een meting. Hier ga je inhalen. Wij blijven hier even zitten. Maar nu ben ik niet in meting, hè? Jawel. Wij meten een punt van A naar B, hè? Dus we hoeven jou niet te zien, hè? We kunnen je gewoon laten rijden. Nu ben ik niet in meting, toch? Jawel. Ja, maar nu ben ik niet in meting. Ja, nog steeds. Je bent nog steeds niet gemeten. Ja? Maar je ziet hier de tijd en afstand. Die loopt nog steeds. En iedere keer dat jij moet afremmen... Is in je voordeel, want je zit ver boven de invorderingsgrens. Kijk, hier sluiten we de meting af op 132. Ja, maar eigenlijk in principe zou je hier pas de meting moeten beginnen. Nee, luister. Achter me blijven, toch? Nee. Wat wij doen is wij meten hoe lang jij erover doet om van punt A naar punt B te rijden. Je hebt nog steeds dezelfde weg afgelegd als wij. Ja. Snap je? Je rijdt altijd sneller dan wij rijden als jij uitloopt. Maar we zijn niet snel genoeg. Nou ja, we hoeven niet snel te zijn. We kunnen je gewoon laten rijden. We zijn snel genoeg om jou aan de kant te zetten in ieder geval. Ja, toch? Dat kwam omdat ik jullie al zag. Ja. Maar pas te laat. Ja, dat was zeker te laat. Ja. Mijn collega heeft al gezegd, je kreeg een procesverbaal voor de snelheid. Ja. En gezien het feit dat je daar ook inhaalt op een gevaarlijk punt. En je rijdt met twee gladde banden op je auto aan de voorkant. Nee, is er nog genoeg Nee, ze zijn glad. Maar hij is nog niet op minimaal. Gaan we je aanmelden voor een educatieve maatregelengedrag? Dat kun je niet doen. Ja. Hoezo? Waarom educatieve maatregelen? Ja, omdat... Pas bij 3 verkeershoofdstukken? Nee, 2. Welke 2 dan? Ja. Inhalen op een gevaarlijk moment en je rijdt overal te hard. Ja, dat is maar 1 overtreding. Nee, je rijdt te hard 76 in een bebouwde kom. Ja. Ja. Je rijdt daarna 132 waar je 80 mag. Er zijn er al 2. En dan rij je daarna nog een keer te hard. Dan heb je een moment dat je gevaarlijk inhaalt, dat is 4. Dan heb je nog gladde banden onder je auto, dat is 5. Ja, even zien dan dat ik... Ja, ik ga het laten zien. Hier haal je in. Ja. Er komt ook een tegenligger dan. Kijk maar welke snelheid. Kijk, zie je die tegenligger? Het slaat helemaal nergens op, die educatieve maatregelen. Ja, die slaat wel ergens op, want je moet je netjes gedragen in het verkeer. Je kan waarschijnlijk beter rijden dan jullie. Dat was de vraag natuurlijk. Ja, hoe lang heb je rijbewijs? Mijn rijbewijs al 3 jaar. Oh, al 3 jaar? Ja. Zo. Nee, 22.07. Goed bezig. Vind je? Ja, vind ik wel. En je beseft niet eens wat je aan het doen bent.
besef heel goed wat ik kan doen. Nee, dat besef je niet. Ik ga je verder ook niet op in. Nee, hoef ik niet. Heb je de banden nog gekeken, Arjan, of niet? Nee, nog niet. Ja. Die banden zijn gewoon goed, hoor. Nee, die banden zijn glad. Ga ik je zo laten zien. Leuk, kom, gaan we even kijken. Ja, kom maar. Hoeveel millimeter moet erop zitten? Nou, wat ik wel weet, is dat die boven gestreken is. Nee, hoeveel millimeter? Ja, maar zit je erboven dan? Zie je die slijtage-indicaties zijn zelfs afgesleten? Ja, deze niet. Nee, dus het loopvlak is toch hier? Kom maar, het andere. Ja, die is precies hetzelfde. Dus die is op minimale? Nee, die is afgesleten. Dat is onzin, hè. Ja, dat vind jij. Verkeer is een serieuze bezigheid en je houdt je niet aan de regels. Nou, dan moet je op de blaren zitten. Ja? Alles goed? Nee, zeker niet. Hey, je krijgt vandaag nog een bekeuring dat je rijbewijs niet bij je hebt. Dat vind ik echt een kwalijke zaak, want ik moet echt hand- en spandies gaan verrichten om te kijken hoe of wat. Een verklaring voor niet bij je hebt van je rijbewijs. Je gaf net al aan van ik ben een ding met pasjes kwijt. Schrijf maar wat op, joh. Nee, de vraag. Je mag hier even blijven staan. Als je wegloopt, dan gaan we andere dingen doen. Jij blijft hier gewoon staan en totdat we klaar zijn dat je weg moet gaan. Ik ga de commandeer. Nou, dat ga ik wel doen, want wij bepalen wat er gebeurt en niet jij. Oké? Okay? Hey, wat wil je verklaren over het feit dat je niet je rijbewijs bij je hebt? Niks. Verder nog vragen? Nee. Hey, goede reis verder. Ja, tot ziens. Voor de snelheid en het gevaarlijke weggedrag heeft de officier van justitie deze Volkswagen-bestuurder een forse boete opgelegd van €750. Daarnaast heeft hij zijn rijbewijs 6 maanden moeten inleveren. Tevens heeft hij een verplichte 3-daagse EMG-cursus moeten volgen, waarvan de kosten volledig voor eigen rekening komen.